Deze beschouwing, die is weer ouderwets en lekker rustig, prima te beluisteren voordat je gaat slapen. Ik ga het hebben over medelijden. En ik weet niet of dat woord in de titel gaat komen. Is medelijden tegenwoordig eigenlijk wel een pakkende term? Of is dat ook alweer zo heel erg twintigde eeuws? 20ste eeuws. Is het niet meer uh, cool of zo? Je moet natuurlijk, ja, zoals de beroemde YouTuber. Het gaat je toch om het klikvee. <laughs> Medelijden is door Arthur Schopenhauer. Aangemerkt als de kern van de waarachtige mens. Dit zijn mijn bouwden, hoor, dat, dat heeft hij niet zo gezegd. Maar... Arthur Schopenhauer heeft een boekje geschreven... over uh, die grondlage der moraal. Dat is in het Nederlands vertaald met de mooie titel... Dat ben jij. Ik heb het hier in huis, ik heb het gelezen in 2011... Het is een leuk boek. Goed, ja, leuk, het is een goed boek. En de these van Schopenhauer is dat hij, uitgaande van zijn eerdere werk, waarin hij stelt dat alles dat er is, veroorzaakt is door één ding, één zaak. En die zaak, die noemt hij de wil. Dus er is één en, en die is ondeelbaar, is één ondeelbare wil en die heeft alles veroorzaakt. En wij zijn dus samen met alles wat die ene wil heeft veroorzaakt in de wereld. En dan heeft het geen pas om te doen waar je maar zin in hebt. En als een ander daar last van heeft, dan maakt jou dat helemaal niks uit. Of je doet gewoon lekker waar je zin in hebt. En als er twee dingen zijn waar je wel zin in hebt, maar dat tweede ding daar heeft een ander dan nog eens extra last van, dan doe je juist het tweede. Dat zijn de twee contra's van wat Schopenhauer zegt, de manier waarop je je wel moet gedragen. Schopenhauer zegt dat de en dat zegt hij niet letterlijk, maar daar komt het wel op neer. Hij zegt dat dat wat in de Bijbel staat, waar staat. Doe tegen anderen zoals jij wil dat anderen doen tegen jou. Dat dat klopt. En Schopenhauer gebruikt niet die Bijbeltekst, maar hij gebruikt een oudere uitspraak: en die is van Confucius. Dat is een man uit China. Zo'n uh, sambalbij. <laughs> Maar zo'n Chinees dus. Er worden heel veel grapjes over hem gemaakt, hè? Confucius. Wat was het ook alweer? Oh ja. Iemand die niest zonder zakdoek. He takes matter in his own hands. <laughs> Dat kan je op zijn Nederlands. Hoe noem je op zijn Nederlands? Hè? Iemand die niest zonder zakdoek. Die neemt het spul in eigen handen. Zo. Ja, die neemt de zaak in eigen handen, ja. Is het ook nog een beetje grappig. Maar Confucius, die kwam met de beroemde uitspraak, die in het Nederlands zo mooi klinkt. Um, wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Rijmt goed, hè. Er zit nog een mooi metrum erin. En in het Chinees klinkt het ongetwijfeld ook heel erg mooi. Maar ik weet niet hoe dat klinkt. Want ik ken geen Chinees. Het enige Chinees wat ik ken, dat is sambal bij en meer niet. En meestal zeg ik ja. Want ik zeg eigenlijk altijd ja. <laughs> dat is het beste antwoord. Dat is een uh, oud filosofisch raadsel. Dit is filosofie, hè? maar het is een filosofisch raadsel. Wat is in de regel in essentie het antwoord op een vraag? Ah, dat is ja. Ja, daar kun je even over nadenken. Maar uiteindelijk, als je dan toch een keuze moet maken, moet je kiezen voor ja. Nou, Schopenhauer zegt dat die uitspraak van Confucius, dat hij het daar hardgrondig mee eens is, dat is dus moraal. Wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Of, positief gezegd, doe tegen anderen zoals jij wilt dat anderen tegen jou doen. Ik kan nu even de King James erbij pakken. Dat is misschien wel leuk. ik Die je zo snel kan vinden. Zo leuk is dat internet. Hè? Doe tegen anderen zoals jij wil anderen tegen jou doen. Kijk wat hij ervan maakt. Misschien even de bijbel daarvoor zeggen. Kijk gewoon dat. Even kijken hoe die staat. Even kijken, we hier ook. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden. Even die even pakken. Bijbel. Hmm. Lucas, 6. Ja, nou eens even kijken. Lucas zes En dan hier in de King James. And as you would that man should do to you. Doe je also to them likewise. Dus zoals jij wil dat men tegen jou doet, doe ook zo tegen anderen. Doe ook zo tegen hen, ja, precies. Ja, er is ook er is alles mee gezegd hoor. En Schopenhauer zegt dat dit moet. Omdat de, de contra's daarvan. Dus uh, doe maar gewoon waar je zelf zin in hebt en als een ander er last van heeft, wat ja, zou je dat uh, batsen. Hè? Of uh, doe lekker waar je zin in hebt en als een ander daar last van heeft. Nou, ja, dat, dat is alleen maar extra leuk. En meer mogelijkheden zijn er niet. En ja, het mag toch duidelijk zijn dat die twee anderen niet werken. En het is logisch dat die niet werken, want um, hoezo kan die ene ondeelbare wil zoiets willen? Dat zegt Schopenhauer. En in de Bijbel staat hetzelfde. Goed boek, hè? De Bijbel. Schopenhauer is ook goed. Dus. niet slecht. En Schopenhauer is dan gebaseerd. Schopenhauer zijn werk is dan gebaseerd op logica, taalfilosofie, ontleding, denkconstructies, zorgvuldig taalgebruik. En de Bijbel is dan. Ja, doorgegeven. Mensen die zagen het licht. en voelden dat iets waar was en. schreven dat op. Daar moet ik het maar mee doen. En dat medelijden, die. die jump. Daarvan zegt Schopenhauer dat dat de belangrijkste is. Het is natuurlijk zo dat als jij in de penarie zit. en je, je hebt behoefte aan een helpende hand. dat je graag wil dat iemand jou helpt. Nou. Dat betekent dat als jij iemand tegenkomt die in de panarie zit. dat jij die persoon moet helpen. Medelijden. En als ik dan kijk naar deze wereld. ons met z'n allen. dan denk ik serieus: uh, gompie. En dan heb ik medelijden met zo goed als iedereen. Het is best erg, namelijk, voor ons allemaal. Ook neem die massale immigratie. Dat is helemaal niet leuk voor ons. Wij kunnen medelijden hebben met de Nederlander. Dat is niet leuk dat de Nederlander. Zijn land kwijtgeraakt. En zijn taal. En dan wordt er dan gezegd van ja, maar het is uit medelijden dat we die mensen opnemen. Ja, um, die mensen die worden hier naartoe gestuurd. Dat wordt, dat wordt gepromoot. Dat is er aan de hand. Er was zo'n website in Zweden. En daar stond dan in verschillende talen hoe het was om te wonen in Zweden. En dan in het Zweeds stond er dan een heel verhaal over de Zweedse geschiedenis. En um, ja, maar mooie dingen. En als je zou willen emigreren naar Zweden toe, waar je aan moet voldoen. En nou, een vrij neutraal verhaaltje of zo. Ja. In het Arabisch stond er. Uh, uh, Zweden is een land waar als je binnenkomt, dan kan je een uitkering aan kan vragen. En dat moet je zo en zo doen. En dan krijg je zoveel geld in de maand. En je krijgt een woning en je krijgt gezondheidszorg en je, kunt, en je kinderen kunnen naar school. Dan moet je het wel zo en zo regelen en daar en daar moet je je aanmelden. Dat stond er in het Arabisch. Ja, dat wisten die Zwedenaren niet. Hè? Nee, Daar kwamen ze achter toen die Zweden een keer Arabisch gingen leren. Zo wordt Zweden verkocht aan tweede wereld, derde wereld landen. Een uitkeringsparadijs. In Zweden is nou ook toch iets van 30% van de bevolking komt van buiten. Er zijn hele gebieden in Zweden waar de politie niet meer komt. De ambulances ook niet en uh, brandweer niet. Je mag blij zijn dat daar een pizzakori komt. No-go gebieden heette dat. No-go areas. Die krijgen we hier in Nederland, denk ik ook. Dat vind ik best zielig voor de Nederlanders. Wij kunnen er niks aan doen. Als we er heel boos over gaan lopen doen, dan worden we uitgemaakt voor rechtsradicale extremist. En als we er niks aan doen, dan krijgen we er nog meer. En we krijgen er eigenlijk altijd nog meer. Het komend jaar komen er weer honderdduizend binnen. Oh ja, en dan uh, de natuurgebieden. Die hebben daar zwaar onder te lijden, natuurlijk. Hè? Kijk, hier in Nederland is het aantal Nederlanders dat is 10 miljoen. Ongeveer 11 miljoen. Dat past makkelijk in het kleine landje. Maar ja, er zijn allemaal mensen van buiten bijgekomen. Er, er zijn niet 10.000 mensen van buiten bijgekomen, ben je hem af. Hier in Nederland, die is toch 40% komt van buiten. Ja, dus nu hebben wij dus een probleem met natuurgebieden. Al die mensen moeten ergens wonen. Al die mensen die willen ergens werken. Al die mensen moeten via spoorlijnen naar hun werk en via wegen en... Ja. Hier in Arnhem merk je het heel sterk hoor. Je hoort allerlei talen. En het zijn allemaal mensen die hebben hier. Ja en ja, die komen hier niet naartoe omdat ze zo van de cultuur houden. Ze komen hier naartoe uit praktische overwegingen. Punt. En ons land, ja, het is niet meer wat het was. En dat vind ik zielig voor de Nederlander. Maar ik vind het ook zielig voor die buitenlandse mensen. Want die worden dan naar Nederland toe gehaald. Met allemaal uh, gouden bergen. Maar dan zitten ze hier en dan. En dan moet je je ook nog voorstellen dat de landen waar die mensen vandaan komen. Ah, daar is het dus niet zo fijn, hè? Kijk, dat is ook niet leuk voor die mensen. Dus dat, ja. Ik heb in feite medelijden met iedereen. Ook met die immigranten. Want hoe moet dat aflopen hier in Nederland... met al die vreemde mensen hier? Hoe kunnen wij elkaar straks nog wel verstaan? En er wordt dan gesproken over... Uh, dat mensen moeten integreren... en dat wij open moeten staan voor andere culturen... maar een... Een cultuur kan niet zijn dat je honderd culturen hebt. Dat is geen cultuur. Je moet één cultuur hebben. En wat wordt die cultuur dan? En andere vraagstukken zijn, hoe verloopt de integratie tussen Turken en Marokkanen? Ik heb het idee dat die twee groepen elkaar helemaal niet mogen. Dat is mijn idee hoor, maar ik heb het idee dat je als Marokkaans meisje niet thuis moet komen met een Turkse vriend. Dat je vader dat niet leuk gaat vinden. Maar ik wil het niet. Het is mo moeilijk natuurlijk om in de toekomst te kijken hoe dat gaat lopen. En ik weet dat het behouden van je medelijden met je medemens, dat dat het belangrijkste is. Dat is waar het op neerkomt. Want dit hele wereldse bestaan, hoe mooi ik het ook vind, het is niet waar het om draait. Het leven hier op aarde. Is eindig, om me wat te noemen. En leven is eeuwig. Per definitie. Dus hoe kan je nou zeggen dat je leeft, als je weet dat je gaat sterven? Hoezo leef je dan? want dan leef je niet, want het leven is eeuwig per definitie. Dat is de, de sleutel voor de oplossing van de kruisiging. Christus ging helemaal niet dood. zijn lichaam stierf, maar hij niet. Dus dat wat leven is, dat is eeuwig. Dat stijgt boven alles uit. En vanuit die heerlijkheid. vanuit die zaligheid. kijk je naar de wereld en dan denk je: What a wonderful world! Want hoe, hoe je het ook bent of keert. de schoonheid die je hier op aarde ervaart. Tijdens je aardse leven, ah, die is onbeschrijfelijk. Dat is ook de boodschap die achter die foto's zit die ik maak van die luchten. Kijk maar eens langer naar zo'n foto. Je, je kan er best lang naar kijken. <laughs> je zit ook bijna een uur te luisteren naar dit gekletsen. Moet je eens kijken naar die foto. Ik weet niet welke er nu voor zit hoor. Ik plan dat niet. Ik... ik kies er altijd maar weer eentje uit. En ik maak er heel veel. Tenminste, als de lucht mooi is, als de lucht daarom vraagt. Ik denk, nou, dit is te mooi. Dit moet ik fotograferen. Ik heb bijna altijd mijn camera bij me als ik naar buiten ga. Ik heb een handig zakje in mijn uh, leren jas. En dit past je precies in. Als je, maar kijken naar die kleuren en die vormen. Het is ontzettend mooi en vooral ook zo veranderlijk. Dan kan je er ook aan zien. En de lucht is nooit hetzelfde. En dan kan je erbij zeggen dat de lucht meestal een beetje saai is. En dat is wel zo. Het is maar af en toe dat hij zo heel mooi is. Maar als hij dan weer heel mooi is, dan is hij ook echt heel erg mooi. En soms is het zo dat hij boven Arnhem een beetje saai is. Maar ja, je bent net aankomen rijden vanuit... Uh, Brede voort. En daar was hij wel heel bijzonder. Maar ook andere dingen die je kan zien. Met hoe dieren zich gedragen. Met hoe planten groeien. Dat is mooi hoor. Kijk, en die schoonheid. die, die mag je niet alleen waarnemen. Die, het is niet zo dat je het mag en dat je het kan. Nee, ik zou eraan toe willen voegen: die moet je waarnemen. Je moet wel. Want anders is er echt helemaal niks voor jou in deze wereld. Kijk, die massale immigratie die gaat door. Die gaat een hele grote gevolgen hebben voor onze samenleving. Ja, op termijn wordt dit een hele vreemde samenleving waarin we elkaar bijna niet meer begrijpen. We krijgen taalproblemen, cultuurproblemen. Ja. Kijk, het idee van zoiets als carnaval is juist leuk als iedereen tegelijkertijd carnaval viert. Maar ja, als de ene groep die doet carnaval en de andere groep doet het juist niet, en de volgende groep die viert suikerfeest, en de volgende gaat dit weer vieren. Ja, dan is het iedere week wel een keertje ergens feest, maar het is nooit een keertje feest voor ons allemaal. Dat is het punt. Hè. Maar misschien komen we daar wel uit hoor. Niet, niet wanhopen. En we hebben natuurlijk het probleem dat we overheerst worden door een groep mensen, door Babylon heet het in de Bijbel. En Babylon heeft een ongelofelijke hoeveelheid mensen in dienst die met heel veel plezier werken voor Babylon, terwijl ze helemaal niet in de gaten hebben wie hun werkgever is. En ze denken dat ze werken voor de goede zaak. Ik ken een vrouw en die werkt voor Monsanto. Die werkt haar hele leven al voor Monsanto. Die vindt Monsanto een heel goed bedrijf en ze is hartstikke trots dat ze werkt voor Monsanto. Ja. Heel veel mensen hebben het echt niet in de gaten wat er. Zich afspeelt. Mijn dochter die liet ik een kaartje zien van het noorden van Amerika, waarin uh, aangegeven werd wat de verhouding zou worden tussen de stedelijke gebieden en de landelijke gebieden. Oftewel tussen de gebieden waar mensen wonen en de gebieden waar de ruimte zou komen voor de natuur. En het kwam erop neer dat 98% van het noorden van Amerika, dat werd natuurgebied. En dan 2%, nou, met name dan dat in de buurt van New York en zo. Hè? Daar waren dan een aantal stedelijke conglomeraties gepland. En dan heb je het over megasteden. Een stad waar 60 miljoen mensen wonen. En daar een aantal van. Of zes miljoen mensen. En de rest allemaal natuurgebied. En mijn dochter die keek naar die kaart en die zei: Oh, nou, dat lijkt me wel leuk. Dat lijkt me wel een goed idee. Dat wil ik wel. Ja. Maar ik wil dat helemaal niet. Voor mijn nageslacht, voor mijn kind. Ik vind dat belachelijk. Dan krijg je een leven voor het merendeel der mensheid: dat de mens geboren wordt omringd door beton. Het brengt de dagen door omringd door beton en het gaat dood omringd door beton. En dat is het dan. Mensen worden doodziek. En al die natuurgebieden. dat is dan wel leuk. in die zin dat wij er dus niet meer mogen komen. En dan is er ruim baan voor de natuur. Ja, maar daar wonen natuurlijk wel, daar wonen natuurlijk wel mensen. Maar dat zijn de stinkend rijken. Dus die bovenklasse. Die, die 1%. die gaat wonen in de natuurgebieden. Die 1% met hun, nou niet nou, van 10% aan directe bediende slaven, die wonen daar. Dus, zeg maar 10% van de mensheid woont in de natuur. 1% van de mensheid uh, van die 10%. En dan zeg je, ja, dat is 10% van die 10%, dat is dus 1%. Maar die is dan de baas. En 90% van de mensheid die woont in steden. En die mogen misschien een keertje op excursie naar een stukje wat aangewezen is. Van daar mogen de gewone mensen komen als ze ook een keer naar buiten willen. Maar voor de rest zit men opgesloten in steden. Dat heette toen Agenda 21, nu heet het Agenda 2030. Nou, ik heb dan wel medelijden met de mens. En ja, voor jullie allemaal uh, met je onderlinge verhoudingen, uh, baseer je verhouding met je medemens op medelijden. Zie hoe. je kan zeggen hoe vervloekt of hoe verdoemd we met z'n allen zijn. Ja, neem, de, neem een stad als Arnhem. Toen ik hier kwam aan het einde van de jaren zeventig, was Arnhem een hartstikke leuke, spannende, pittoreske stad. Op zaterdagen was de Rijnstraat, de grote winkelstraat van Arnhem, bom en bom en bom vol. Nou, dat is niet meer. Het is helemaal weg. De, de middenstand, dat is een lachertje. En aan de ene kant komt dat natuurlijk doordat mensen veel spullen kopen via internet. Maar ook heel veel dingen die je niet kan kopen via internet. Zoals verse vis en verse groenten. En die worden ook niet meer verkocht in Arnhem. Ja, er is wel een, een viswinkel. En als er dan nog maar eentje. En die is niet meer zo druk als vroeger. En er, is, er schijnt er weer een nieuwe bij te zijn gekomen. Dan een paar jonge mensen met een leuk alternatief. Maar dat is het dan. Maar we hadden vroeger hier in nou Arnhem er een stuk 4, 5, 6, zes. Ja, er is niet meer. Een hele grote groentewinkel. Ja, die is niet meer. En dan kan je zeggen, ja, want dan verkopen mensen dat toch bij de Albert Heijn. Ja, maar bij de Albert Heijn kan je niet meer um, nou, kruiden en zo. Ja, heel klein verpakt en dan hartstikke duur. Dat is niet meer wat het was. Hè? Daar kan je het aan zien. Hè? De consumptie is echt gedaald. En dat komt omdat mensen niet zoveel geld meer hebben. Maar toen, het, toen ik begon met automatiseren was de BTW was 16%. Nou, en nu is het 21%. En dat scheelt heel. Dan denk je: van ah, dat is toch maar 5% erbij. Maakt dat nou uit? Ja. Het is 5% over de hele linie. En je hebt als mens. Je hebt al zoveel vaste lasten. Huren bijvoorbeeld. Gaan ieder, ieder jaar gaan de huren omhoog. Waarom? Ieder jaar gaat de gemeentebelasting omhoog. Maar waarom? De rente op het spaargeld die is nul. Ja, leuk is dat. Maar ieder jaar wordt alles maar duurder. En de rente op het spaargeld is nul. Ja, dat betekent dat alles wat je meer gewerkt hebt en dan opzij hebt gezet voor je oude dag, ja, dat verdampt. Ja, vroeger had je een systeem waarbij mensen dan, als ze dan 40 uh, zijn, dan draaien ze meestal hun maximale inkomen en zo. Hè? En dan gaan ze heel veel verdienen en dan gaan ze sparen en dan gaan ze zelfs beleggen. En, en dan uh, is het werkende leven afgelopen en dan hebben ze een lekker tietje op de bank staan. En dan vloeit al dat geld, vloeit terug in de samenleving. Ja. Nu verdwijnt dat geld omdat alles alsmaar duurder wordt. Dus ze hebben dan, bij wijze van spreken, ze hebben dus dat hoeveelheid geld nog wel... ...maar van die hoeveelheid geld kan je bijna niks meer kopen. Dat was heel zielig voor ons. En dit zet alleen maar door... Ik heb het gezien. Ik heb een tijdje met, uh, voor mijn BV betaalde ik een loonbelasting. Dat is heel raar. Dan heb je een BV en je bent dan zelf je enige medewerker van die BV. Dus nou zo'n grote BV, zeg. En dan betaalde ik dus een loonbelasting. Heel, ja, Maar dat was dan goedkoop of zo. <laughs> ik snap het allemaal niet. Ik heb allemaal niks meer te maken met die onzin. Gelukkig maar. En dan zag ik het, dat ik ieder jaar. Meer loonbelasting moesten betalen. Maar waarom? Waarom moest ik nou ieder jaar meer loonbelasting betalen? Ja, omdat ze er elk jaar wat bovenop schreven. Een procentje erbij, twee procent erbij. Of zo. Dat is niet leuk. En dat gaat maar door. Zo worden wij heel langzaam verarmd. En als je dus nu door Arnhem loopt, door die leuke winkelstraat waar je vroeger over de hoofden van de mensen kon lopen. Ik denk dat meer dan 10% van de winkelpanden die, ja, die gaat sluiten, of uh, er is een verbouwing of hij staat leeg. Met een ding erop te huur. Ja. En qua winkels, we hebben gelukkig nog een Mac-shop. Vind ik wel handig. Nou, de, de Bijenkorf is pleiten. De V&D is pleiten. We hebben dan nog een Primark. We hebben een Hema. Maar die Hema, wow, ik hoop dat die het volhoudt. De Blokker. Uh, het is echt bijna niks. En dan een eindje buiten het centrum, gelukkig vlakbij mij, daar zit een Action. Dat is wel handig. Wel lekker goedkoop. Voor je toiletpapier. Ik weet nog dat ik. Dat was, ik met... dat was op de HAVO. Oh. Of was het VBO? Hmm. Denk VWO toch? Toen gingen we naar Berlijn. Op excursie. En toen waren we ook een middagje in Oost-Berlijn. En toen gingen we daar naar een winkelcentrum. En toen schrok ik me kapot. Want dan kon je bijna niks kopen. Maar als je nu naar Arnhem gaat. Ja, daar kan je bijna niks kopen. Punt. En nogmaals, het voor een deel komt dat wel door het internetkoopgedrag. Uh, maar er zijn toch echt een aantal dingen die je graag wil uitproberen: dat je een beetje wil snuffelen. Maar de mensen hebben het geld niet meer. Dat is het grote punt. En dat gaan we voelen. Ik zag laatst op internet dat D66 een plan had om mensen uit Afrika hier naartoe te halen voor bouwprojecten. Alsof we bouwvakkers nodig hebben uit Afrika. Die mensen van D66 vind ik gevaarlijk. Een gevaarlijke daar. GroenLinks ook. Dat zijn die mensen die werken mee met Babylon. Ze weten niet wat ze doen. Ze maken Nederland kapot. Dat kan je zien. En ik zag dat ook een tijdje terug op Facebook. Dat de VVD, die wilde met een plan komen dat de... Moet je heel goed luisteren wat ik nu zeg. Dat de overheid het recht krijgt om het vaccineren verplicht te stellen. Waarbij niet werd gesproken over... Op welke manier het goedje dat ingespoten gaat worden. Aan, aan welke eisen dat moet voldoen. Maar als de overheid vindt. nou, dat spul dat moet verplicht geïnjecteerd worden. dan moet dat ook. En dan moet iedereen zich daaraan overgeven. En ook je kinderen laten inspaten. En het maakt niet uit wat erin zit. Als de overheid zegt dat het moet, dan moet het. Ja, daar gaan we dus naartoe. Hè? En dan op Facebook. Allemaal mensen die dan uh, halleluja aan het riepen waren. Van, oh eindelijk! Waar oh, heb ik dan zo lang op gewacht? Hè, dat we gewoon de overheid het recht geven om te verplichten dat we ingespoten worden met iets wat we helemaal niet kennen. En dat we dat allemaal in goed vertrouwen stropen we onze moutjes op om onze kinderen te laten injecteren. Wat is de VVD toch een goede partij? En dan kijk je naar al die mensen die eronder staan en hoe ze heten. En die heten mij allemaal net even iets te Hollands. Waarmee ik bedoel, dat zijn helemaal geen echte Facebook mensen. Daar zit een team. En ieder teamlid heeft uh, 15 uh, Facebook accounts. En ieder teamlid reageert dan namens het ene personage en namens het andere personage. En zo denken wij allemaal dat de hele Nederlandse bevolking voor is dat je verplicht wordt om je te laten inspuiten met iets waar jij niks over te zeggen hebt. Maar als de VVD het vindt, dan word je met hydroxiel ingespoten. Wat is dat, perihydroxiel? Is dat erg? Nou, ik denk het wel. <laughs> nou weet ik veel wat het is. Hydroxycyphalonticiteit of zo. Iets heel verschrikkelijks. We hebben het niet uitgetest. Het doen ze ook helemaal niet. Hè? Vaccins worden helemaal niet. Het is ook weer over de medelijden. Dat vind ik echt zielig. Mijn moeder die is ieder jaar hartstikke bang voor de griep. En die laat zich dan injecteren tegen de griep. Maar dat virus dinges, uh, vaccin, wordt helemaal niet getest. Want daar hebben ze geen tijd voor, want ze moeten ieder jaar moeten ze nieuwe klaar hebben. Nou, in de jaartijd kan je niet testen wat de lange termijn effecten zijn van het vaccineren. Dat gaat niet. Maar mijn moeder is zo bang voor de griep, dat ze zich maar laat inspaten. Dan maar ongetest. Nou, dat vind ik echt zielig. Ik vind het zielig voor al die mensen ik zou bang zijn. Maar zo moet jij dat ook zien. en dan kan je dan zeggen, ja, maar peribéer dan tegen vaccineren. Uh, ja, in principe wel ja. als er een uh, sprake is van een pandemie. Ja, dat is misschien anders dus als er dus één op de tien mensen heeft een bepaalde kwaal. En het is hartstikke besmettelijk. En er is een werkend vaccin. En dat weet je dan ook. Hè? Als, je dus, als je iets hebt wat zo om zich heen slaat. Hè, dat, je, dat er sprake is van een pandemie. En dan bedoel ik een pandemie in de oude zin van het woord. Want ze hebben dus de inhoud van het begrip pandemie aangepast. Dat was toen met het H1N1-virus. Ja, dat misschien wel. En bepaalde basale ziektes misschien ook. Ik heb mijn dochter laten injecteren tegen DKTP: difterie, kinkhoest, tetanus en polio. En ik heb het van tevoren gevraagd aan de huisarts wat de risico's waren. En mijn huisarts was een is, een antroposof. En die zei: Wah. Hij zei: Nee, dat is geen risico. Als je kind gezond is, dan zonder meer, zo als je je kind laat vaccineren, zorg ervoor dat het van tevoren. Uh, lekker buiten gespeeld heeft en goed gegeten heeft en lekker veel vitamientjes heeft gehad en goed geslapen heeft en lekker uitgerust is en dat het vrolijk is en al die dingen. Ja? Gewoon een leuk, blij, gezond kind wat huppelend naar de huisartsenpost gaat voor een spuit. Geen stress in huis. Dat je dat bij wijze van spreken kan afspreken. Van nou, de komende weken zijn hartstikke leuk. En dan gaan we helemaal niet zeuren tegen de kinderen, want ze moeten gevaccineerd worden. En we willen dat ze helemaal zonder stress geïnjecteerd worden met die rotzooi. Want rotzooi is het, laten we eerlijk zijn. Het is dan voor de goede zaak, maar het blijft een rotzooi. Ik heb het aan mijn tante gevraagd, die werkt als medisch analiste is nou met pensioen, maar toen vroeg ik het aan haar... van klopt het dat ze Squaleen en tiomerosal in uh, vaccins doen? En mijn tante keek ze mij aan en zei, ja, dan zijn ze natuurlijk. Ik zei, ja, dat is hartstikke toxisch. Ja, en mijn tante, dat is toch logisch? Anders bederven die vaccins mogelijk. En we moeten dat wel doen, want als we dat niet doen... Als we dus geen toxische middelen in die vaccins stoppen, dan kunnen die vaccins gaan bederven. Ja, en dan, dan, dan zijn de rapen gaar. Dus dan maar injecteren met een deel uh, uitermate toxische stoffen. Nou, dat is een ingecalculeerd risico hoor, zei mijn tante. En dan denk ik, ja, ingecalculeerd risico, uh, hoe is dat getest? Dat is gewoon niet getest. Nou, dat vind ik dus echt heel zielig. Dan heb ik echt medelijden met mensen die zich laten injecteren met van alles en nog wat. Zonder dat ze zich bewust zijn van de gevaren. Want dat is organisch kwik. Dat betekent dat het thiomyrosal, wat je binnenkrijgt bij zo'n vaccinatieronde, dat verlaat je lichaam helemaal nooit meer. Dat is voor eeuwig. Heb jij een kwikverbinding in je kop? Dat gaat zich namelijk nestelen in je hoofd. Dat gaat zich nestelen, omdat kwik is elektrisch geleidend. Het nestelt zich in je zenuwbanen. En dan kan jij je gaan aanlopen fantaseren van gul, maar wat voor ziekte zou je daarvoor kunnen krijgen? Nou, ah, iets met je zenuwen. Zo, zeg maar wat. ALS. Dat is toch een zenuwbaaninfectie of zo. Iets met je zenuwen. Autisme is er ook zo. Dat is ook iets met je zenuwen en je hoofd. Nou, maar autisme is aangeboren. Ja, 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 ja. Ja, natuurlijk. Mijn dochter zegt dat ook. Autisme aangeboren is. Dus in ene hebben we allemaal kinderen en die gedragen zich niet. Dat is zomaar gekomen en niemand weet waarom. Want er is geen oorzaak voor, want het is aangeboren. In een eerste mensheid aan het veranderen. Een soort uh, Charles Darwin-mutatie. Uh, dat is ook zoiets. Hè? Dat... Autisten. Dat zei ik ook tegen mijn dochter. Want wat is nou precies de definitie van een autist? Behalve dat je kan zeggen dat ze geen rekening houden met een ander. Dat ze dus geen medelijden hebben. Dat geldt voor autisten. Die hebben geen medelijden. Tenminste, dat uiten ze niet. En dan zei mijn dochter: Ja, nou, je mag niet zomaar zeggen dat autisten geen medelijden hebben. Want uh, dat is een hele botte, uh, lompe uh, definitie. Toen heb ik verder eens naar haar geluisterd, wat zij dan vond. En daar kon ik eigenlijk niet zoveel pindakaas van maken. Moeder, denk ik, nog maar een keer vragen. Ze zei zoiets. Het is aangeboren en ze denken anders. Dan denk je, ja. Ik zei. Uh, ze hebben geen medelijden. <laughs> Jij zegt ze denken anders. Dan zeggen we eigenlijk allebei ongeveer hetzelfde, of niet? Ja. Nee, het is maar wat. Maar medelijden is erg belangrijk. En dat Babylon ons zo overheerst en wat zoveel ellende geeft. Ja, Babylon is onze eigen, het is onze straf. Het is de straf van God voor onze ongelovigheid. Wij maken ons druk over uh, homorechten en vrouwenrechten en dierenrechten en vluchtelingenrechten. En we vergeten dat we langzaam uitgemergeld worden. En Nederland is het dichtstbevolkte land van Europa. En Europa is het, het dichtstbevolkte continent, volgens mij. We zijn het op drie na dichtstbevolkte land ter wereld. En het komend jaar komen daar weer 100.000 mensen bij. Dat is 100.000 op de 17 miljoen. Dat is aanzienlijk hoor. Dus, um, 1 op de 170 komt erbij, dat is maar een half procent. Je kan toch een, een stad als Arnhem uh, gaan bouwen? En maar waar dan? Op de Hoge Veluwe? Hoe waren er nog ruimte voor een stad ter grootte van Arnhem? Is al die mensen toch kwijt moeten? En er wonen hier al zoveel mensen. Hè? En de Nederlandse vrouwen, die hebben nog maar 1,3 kind per vrouw. Dus het aantal Nederlanders neemt alleen maar af. En het aantal mensen van overal neemt alleen maar toe. In de gevangenissen is. 60, 70 procent is buitenlander. Daar nou, kan je ook medelijden mee hebben. Die mensen komen van heinde en verre komen ze hier naartoe. En waar belanden ze dan? In de gevangenis. Nee, dan ben je blij En Babylon lag zich kapot. Hoe gaat het aflopen? Nou, in elk geval gaat het niet snel. Het zal zich langzaam ontwikkelen. En in de Tweede Kamer blijven ze lekker doorkletsen. En kletsen, kletsen, kletsen. Door Geert Wilders en Thierry Baudet. Die, gaan, die zijn van plan om het de komende 150 jaar te gaan uh, nadenken... over uh, hoe ze een plan zouden kunnen maken om te komen tot een uh, voorstel wat als eerste stap gezien kan worden tot een mogelijke uittreding uit de EU en dan de globale kaders waarbinnen er gedacht kan worden, zodat we daar een keer over kunnen gaan praten, maar dan op een serieuze manier. En voorlopig uh, er gebeurt er helemaal niks. Mijn vriend Wim die zei dan laatst: van, ja, jij altijd met je paus. Alsof je daarmee het probleem hebt weggeveegd. Want als je de paus maar negeert, als je Babylon maar negeert en je doet alsof het ligt aan de Mohammedanen, dan komt alles goed. En ook is het zo dat als je snapt dat het Vaticaan hierachter zit, dat, dat, dat is dus niet genoeg. Je moet snappen dat Babylon een straf is. Een straf voor onzedig denken. Het is een straf voor goddeloos gedrag. Het was al zo. En het is zo. Tja. Er is zo'n man op internet, die heet Francis Capelle... en hij is dan uh, Bijbel-hater. Uh, Wie gaat me de keer, jongen? En die heeft dan. Ja, Ongelooflijk hoeveelheid views. Zodanig is hij uh, groter dan ik. Hij nou is dat ook niet zo moeilijk, want ik ben niet zo groot. Maar, maar zo dadelijk heeft hij meer aanhangers dan ik. En mijn kanker op de Bijbel en mijn kanker op de Bijbel. En had die laatst had hij een uitspraak gedaan. Dacht ik, ja, krijg nou tieten, dat staat helemaal niet in de Bijbel, hè? Dus ik vroeg aan hem: van, Goh, waar staat dat dan? Nou, reageerde hij niet op. Nou, een teken later heb ik nog een keer gevraagd. Nou, reageerde hij weer niet op. Nou, en dan heb ik het van morgen of zo, heb ik het nog een keer gevraagd. En toen reageerde hij. Nou, nou, zei hij: Het staat hier en het staat daar. Ik kreeg de Bijbelversen dan, de nummers. Die heb ik erbij gepakt. Nou, daar staat het helemaal niet. Anyway, maar dan reageert hij dan op mij. En dan moet hij toch gebruik maken van allemaal uitroeptekens. En dan denk ik, waarom? Ik vraag je alleen maar, goh, waar staat dat in de Bijbel? Dan kan zo'n man toch ook zeggen, uh, nou, Piri, dank je wel voor je aandacht. Uh, wat ik bedoelde, dat staat hier, wat was het? Uh, Marcus 9, vers 1. En Lucas 6, vers 21 ofzo. Met vriendelijke groeten, Francis Capella. Dat gaan toch ook? Nee, daar moeten we allemaal uitroeptekens bij. En onzin. En, 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 en dood. En een winkel. Jeetje hey, hey, man, maak je niet zo druk. En dan heb ik weer medelijden met zo iemand. En met zijn dochter. Ik denk, Godzielig. Want dat is het. Kijk, de Bijbel is een boek. Daar is meer dan duizend jaar aan geschreven door tientallen mensen. Ik dacht, het Oude Testament iets van vijftig of zo. En het Nieuwe Testament ook nog een aantal. Het is hartstikke oud. Het zit ongelooflijk mysterieus in elkaar. Er zat een man hieronder in een van de linkjes, John Kostik. Ik kan je echt adviseren als je toch een regenachtige middag hebt. en, uh, en je vriendin is uh, met een Sagereinig kop boodschappen gaan doen. en je hebt er even helemaal geen zin meer in. om dan even naar John Kostik te gaan luisteren. Je hebt toch niks beters te doen. En als het je vriendin niet zag weg is gelopen, dan uh, weet ik wel, je vriend of zo. Je hebt toch niks te doen. Uh, even naar John Kostik te luisteren. Die vertelt over de, met name het Oude Testament. En dan met het Hebraeus. Oh, 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 vandaag heb ik weer dingen bijgeleerd, man. Wil Simson en Delilah. Of uh, Delia. Zeggen wij, hè? Simson en Delilah. Zo. Dat is een verhaal uit het Oude Testament. Ja, Laila, dat betekent nacht. En die, die Del of zo. Of de, die, die Dalet. Die, die, die naam, Delila. Dat betekent hier van, mm, mm, van de nacht. En Simpson, Dat is dan van de dag. Het zit allemaal zo mooi in elkaar. En ik weet dat Laila, dat betekent nacht. Want ik ben Hebreeuws aan het leren. Met Duolingo. Elke dag vijf minuten, tien minuten. Binnenkort ben ik een jaar bezig. En ook Adam, het stond er ook weer bij. Ook dat woord alleen al, hè? Dat is mens. Adam betekent mens. Maar dam betekent bloed. Oh, is het te zoek. Ja, John Kostic vertelt er allemaal geweldige dingen over. Kan je, nou, naar die man kan je echt uren luisteren. De Bijbel is, een, is het, het bijzonderste boek wat er ooit geschreven is. Maar dat zie je niet als je er als een kankerpit alle Franse kapellen overheen gaat lopen, pissen. En dat vind ik dan weer zielig voor zo iemand. Want die mist dan dus die hele schoonheid. Tja. Zo gaan die dingen. En, uh, en dan zeg ik op zijn hamburgers tegen jullie. Heel medelijdend hoor. maar <laughs> nou, met jullie niet. Toch? Je hebt naar mij geluisterd en je denkt. Nou, ik moet gewoon medelijden hebben met de mensen om me heen. En dat is ook zoiets voor jezelf. Om ervoor te zorgen dat jij degene bent. die medelijden heeft met een ander. In plaats dat jij de zielepoot bent, dat is ook belangrijk. Om je eigen zaken goed te regelen... zodat jij geen hulp nodig hebt. Dat mensen aan je vragen... hoe gaat het met jou? je zegt, oh wow, goed. Omdat je tijd hebt... en ruimte hebt... voor die ander. Want het gaat helemaal niet goed... met de wereld. Wij gaan zwaar onderuit. Dat zal later waarheid blijken te zijn... Maar goed, op zijn hamburgers zeg ik dan tegen jullie, mijn medestrijders, die geen medelijden behoeven, <laughs> maar die heel veel medelijden hebben. Tegen jullie zeg ik op zijn hamburgers, tjus en dag lieverds.